In Art Tracks zet iedere week een Nederlandse muzikant of band een kunstwerk op muziek. Deze week trompetist Erik Vloeimans. Erik. Andrea. Hoi. Ik hoor je op een bandje, maar toen hoorde ik je live eigenlijk. Hoe is de akoestiek hier in het museum? Vrij nat. Nat? Ja, dus je kunt het droog hebben, dat als je klapt, dat het dan meteen zeg maar bijna opslurpt. Dat je verder niks hoort. En hier, als je één toon... Is dat blijft goed? Het wel 4 seconden hangen. Ja. Nou, dat is goed als je alleen trompet speelt. Dat helpt alleen maar, want dan krijg je wat van de akoestiek mee. Maar als je bijvoorbeeld met een drummer speelt, dan moet je niet willen. En je moet iets uitkiezen? Ja. Heb je al wat op het oog? Nou, nog niet, maar om mee te beginnen misschien... Ik heb gehoord dat er hier ook een Rembrandt aanwezig is. Dat zou ik wel leuk vinden om daar even naar te gaan kijken wat het is. Om mee te beginnen? Om mee te beginnen, ja. Mede door zijn optredens op het North Sea Jazz Festival wordt Erik Vloeimans vaak ten onrechte betiteld als jazzmuzikant. Zijn repertoire is veel breder en bestaat naast jazz ook uit klassiek, pop, wereld- en filmmuziek. Zo heeft hij samen met zijn oud-leerling van het conservatorium Kite Man de cd Kite Crash opgenomen. Een album dat zich niet in één bepaald genre laat indelen. Het geldt ook voor zijn meest recente plaat waarop hij samen met pianist Florian Weber te horen is. Zou die hier moeten hangen? Ja, zoek de Rembrandt. Dat is een roze. Wat is dit hem? Deze. Een hele breekbare... Ah, het glas. Breekbare jongen. Zijn zoon. Titus. Vast met heel veel liefde door zijn vader geschilderd. En als ik dit zou uitkiezen, dan zou het ook een soort ballade zijn of zo. Gewoon een hele mooie melodie en dat zou het dan zijn. Als een soort eerste schets, zeg maar. Dus dat was eigenlijk een improvisatie. Ik probeer hem gewoon... Op Titus. Het ja. Kind. Ja. Mooi. Ja. Verder? Oké. Okay. Ja, leuk. Ik ben vergeten wat het verhaal hier ook weer achter was. Maar er komt iets binnen van zo'n architect die het... Oh, dat is het. Oh, shit. Dat is Pisa. Het is Pisa. Want er is hier wel gruwelijk iets misgegaan en dat vind ik alweer heel grappig. Hoogmoedige mensen van Babylon trouwden een toor die tot in de hemel moest reiken. Toen God daar genoeg van had, strafte hij ze met spreekwoordelijk geworden spraakverwarring. Dat is hem, oké. Okay. Dat was hem weer uit de geschiedenis. Ik was het even kwijt of ik had even niet goed opgelet op dat moment in de klas. De dame die er staat, die is zo streng, zo die doordringende blik, die is wel zo ongelooflijk fel. Ik hoop dat die schilderijen goed vastzitten. Ja, hè? Daar heb je hem. Daar heb je hem? Dalí. Aha. Dit spreekt je wel aan? Ja. Dit. Die man, die vrouw, die vormen. Hij heeft ook heel vaak die wijsheid en die dingen die gewoon... Eigenlijk gewoon die er zijn, maar je weet helemaal niet waarom het er is. Slaat eigenlijk gewoon helemaal nergens op.
Ja, hoe heet dit schilderij? Couple with a heart full of clouds. Oh ja. Dat vind ik aan zich al. Het is zo beeldend. Ik heb er wel wat mee met die man. Ik heb ook wel wat met die presentatie van die man. Met die enorme... Oh, met die enorme snor en die grote ogen. Hij is dus precies de verpersoonlijking van zijn schilderij. En dat vind ik zo mooi. Dat klopt. Dus dit is een kanshebber? Ja, dit is een heel grote kanshebber. Ik denk dat dit een woord wordt. Ik vind het zo indrukwekkend. Ja, volgens mij doet zij dat. Dat is altijd zo met die ogen, hè? Wat zij... Charlie Thorpe, ja. Ja, dit is heel herkenbaar, hè? Ziet er niet gezellig uit, hè? Zou jij zo een diner willen hebben? Zo? Of kijk je dan ook zo, of niet? Nee. Als je uitgenodigd wordt. Maar wordt dit hem? Nee. Nee? Nee, wordt hem niet. Ik weet al wat het wordt. Nou? De Dalí gaat het worden. Ja? Ja, dat spreekt het meest tot mijn verbeelding. Ja. Okay. Dan heb je al een schets? Nee. Nee, dat zou ik eventjes... Wat grappig. Bij alle werken had je een schets. Ja, maar dan... Misschien komt dat omdat ik dat nog heel even niet meteen per se iets wil doen, want dan zit ik er ook weer aan vast. Ja. Dus ik wil dit heel eventjes gewoon daar niet mee bezig zijn. Nu. Maar dat gewoon even mee naar huis nemen. En op een moment dan heb ik die foto voor me en dan komt er iets. En dan is het ook zo van, ga ik het alleen doen of ga ik het met iemand samen doen? Dat idee, dat is even bezinken. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat klinken. Ik ook. Succes, hè? Dank je wel. Okay. Jawel. Wat zijn ze? Info wat je misschien handig vindt. De twee figuren hier van Salvador Dalí stellen hemzelf en zijn vrouw Gala voor. En Gala blijkt zijn eeuwige muze te zijn. Dat is natuurlijk wel mooi. Salvador Dalí was natuurlijk de beroemdste surrealist van zijn tijd. En hij werd geïnspireerd door Freud en liet zich heel erg leiden door dromen en had ook allerlei waanbeelden. En dat wist hij natuurlijk weer te verwerken in prachtige schilderijen. Je ziet ook een soort terugkomen van elementen. Nou, daar mag je natuurlijk van alles bij denken. Er zit een ritme in zijn werk. Misschien zit er ook ritme in jouw werk. Succes. Absoluut. Dank je wel. De afgelopen dagen dan komt het dit allemaal voorbij. Het zijn allemaal schetsen. Je weet dat Dalí uit Spanje komt. Het Spaans dat kun je heel mooi... vertalen in muziek. En ook die leegte die hierin zit. En het hoofd vol wolken. Ik vind twee hoofden vol wolken, een man en een vrouw, overduidelijk. Dat spreekt helemaal tot de verbeelding. Daar moet je wat mee kunnen. Er is een geweldige muzikale maat van mij. En die woont in Brussel. Die heet Tuur Florizoon. En je speelt fantastisch accordeon. En die kan dat wel... Ja, nu ik dit zo een beetje aan het schrijven ben... denk ik van, ik moet Tuur... dat is de man die ik hiervoor moet hebben. Erik! Tuur. Hey, dat is de man. Hoe is het? Ja. Kijk eens. Dit zijn die schilderijen waar ik het over had. Van Dalí, Monsieur Dalí. Het is een verliefd stel, hè? Ja, het is wel bizar om dat hier op café in te beelden hoe Spaans zij het ook. Ja, ja, ja. Nou, zo voel ik het wel. Ja, oké. Okay. In principe hangen ze in het museum wat dichter bij elkaar als dat ze hier gepositioneerd zijn. Tussenin niks. Nee, dat is gewoon witte
lucht, wand, ja. Zullen we dat even proberen? Hoeveel heb je? Ik kan meenemen. Ik heb 4 schetsen. 4? Als we het nou eens wat meer dansbaar maken, dat speelt wel heel rubato, zeg maar. Nu. Is het nu het echt werk of het? Of de kopie door gaan kijken vandaag? Kopie? Nee. Het is echt de originele. De originele, ja. Heel de weg naar Nederland voor een kopie. Ja. Hoi, Andrea. Hallo. Dit is Andrea. Dit is Tuur. Tuur is een geweldige accordeonist uit Brussel. En dit is voor het eerst dat je hem echt in het echt ziet? Ja, ik heb alleen maar de kopie gezien. Ja. En was het nou lastig, Erik? Nee hoor. Ik geloof dat ik nogal romantisch van aard ben, dus ik heb ook een, geloof ik wel, een soort van romantisch, melancholisch thema geschreven hierop. En ik dacht van ja, het is een stel, dus ik zie hier, mensen willen dansen, dus nou ja, oké. Okay. En volgens mij kun je dat wel op hetgene wat ik geschreven heb. Ik ben het enige publiek nu, maar okay. Ja, ook heel veel kijkers, die zijn natuurlijk ook heel benieuwd. Dus, ik zou zeggen... Goed. Pak uit. Ik vond het schilderij er mooier van worden. Ja. Bravo. Okay. Echt onder de indruk.